Dawson Cruise is 21 jaar, ze komt uit het Friese Jestermar en is topmodel. Grote merken zoals Dior en Versace vinden haar fantastisch. Vorige maand tekende ze een topcontract bij L'Oréal. Ook staat ze regelmatig op de cover van grote internationale tijdschriften. Na Amsterdam, New York en Londen is het nu de beurt aan Milaan. Daar wordt tijdens de Fashion Week de nieuwe herfst- en wintercollectie geshowt. Haute couture. En dat betekent voor Dawson castings, fittings, modeshows en heel veel make-up en haarstyling. Omroep Friesland reisde dit voorjaar met Dawson Cruise mee naar Milaan. Is dit leuk? Dit hè? Ja. Nee, het is saai. Als het echt hele moeilijke dingen binnen, dan lezen we wat, want dan wordt het soms heel lang. En dit is heel simpel. Hoeveel zulke shows erin staan gemiddeld op een dag? Dit, twee, drie. Die maakt hem eens vijf, denk ik. En dan doet er ook nog fittings bij en zo? Ja. En castings? Ja. Hoe lang ben je die dagen dan? Het begint om 8 uur, zo'n 8. Tot, ik kan om 9 uur kleren wezen, maar kan ik om 12 uur kleren wezen, s'nachts. En dan de volgende dag weer? Ja. En dat maand lang ongeveer. En the same again here. Again, but it's like a clean turn. It's not like a cut. You can see it's not like a cut. You can see it's here. Okay. And then like a real model stop here, that you can do hips. You can do hips and everything there. So this is like a second stop, 1 or 2 seconds. Is there like a sort of spanning? No. Yeah? Nee. Is het überhaupt wel eens gespannen voor zo'n show? Nog, joh. Alleen nog had de haken heel heel binnen, omdat ik weet dat ze moeilijk ben om te rennen. Zo'n dingen. De haken die stuwen aan hebben, is dat... En ben wel heel heet. Is er ik op oefenen? Nee. Love you, Dad. And it's good. And it's just shot at the mat. Thank you so much, sweetheart. Het is echt zo van het motorkleed. Heel stoer en ik vond het op zich wel leuk, maar ik weet niet hoe het in de... Ik had het zo net zo, ik weet niet hoe het in het geheel lieke. Maar ja, het vond wel stoer. Dus toen was je kleed in de West die absoluut net oké bij Schilst? Ja, want dit wie net... Jawel, jawel. Nou, net echt. Zo mij is het altijd wel krek, zei dat... Ja, één keer had ik wel moest ik onderboord en denk van ja, voel ik me net echt oké. Voordat er überhaupt een showroom werken, moeten de kleren eerst op maat maken worden. Dit gebeurt tijdens een zogenaamde fitting. Gebruiken ze dat vaak voor hun? Ja, elk seizoen wel. Ja. Zie van wat zijn maatje? Ik vind het heel leuk. Ja, gaat het nou eigenlijk om? Gaat het nou om mijn kleren of om mijn model? Nou, het gaat om mijn kleren en hun willen natuurlijk...